Ik ben Caroline Kamfraat. Ik ben beeldend kunstenaar in Amsterdam. Ik exposeer in Nederland en in het buitenland. Ja, ik heb je werk ook bekeken en in veel van je objecten en installaties zie je lakens, meubels, gebroken borden en vazen terug. Wat symboliseren die? Nou, het symboliseert niet altijd precies hetzelfde, maar het laat in ieder geval altijd de kwetsbaarheid van de mens zien. Omdat wij altijd onze afdruk nalaten op de dingen om ons heen, die ons vervolgens vaak overleven. Dat maakt ons des te kwetsbaar. Een ander werk van je wat me heel erg geïntrigeerd heeft, dat is A Day in the Woods. Verzamelingen specerijblikken met in was gegoten kinderhoofdjes. Heel vreemd. Waar gaat het over? Nou, het heb ik eigenlijk gemaakt naar aanleiding van een foto die ik had van de klas van mijn dochter, waarin ik zag wat. Het is een school in Amsterdam, een gemiddelde school in Amsterdam. En daar waren ik zag hoeveel verschillende nationaliteiten er bij elkaar waren. Ik kende de achtergrond, dus ik wist waar ze allemaal vandaan kwamen en hoe verschillend dat was. En ik realiseerde me wat een stap het was om met z'n allen in zo'n klas, waar daar het lijkt alsof iedereen hetzelfde is, wat een impact het moet hebben om allemaal zo'n verschillende achtergrond te hebben. Je hebt vaker concepten die je gebruikt in je werk die over sociale of maatschappelijke thema's gaan. Ja. Bijvoorbeeld Dead Dogs Envelope, een ander werk van je, dat is er één van. Ja. Hoe zit dat precies? Nou, Dead Dogs Envelope, dat gaat over mijn eigen ervaring en mijn omgeving met het nieuwe, met social media. En de manier waarop communicatie verandert door het gebruik van social media. De oppervlakkige, snelle manier waarop het je dwingt om te communiceren. En daar wilde ik wat mee en daar komt uiteindelijk het beeld vandaan. Zijn er nog andere thema's in je werk die vaker terugkomen? Nou, ik denk als ik terugkijk, dat er heel veel thema's teruggaan tussen teruggebracht kunnen worden tot menselijke verhoudingen. Hoe kijken wij tegen dingen aan? Hoe kijk ik tegen dingen aan? En dat leidt dan tot een verbeelding, tot een beeld. Dus het heeft heel veel te maken met interactie, sociale interactie. Hoe ontstaat zo'n werk eigenlijk? Nou, het ontstaat dus met zo'n idee. Met een idee dat ik daar iets mee wil doen. En dat kan soms een hele tijd duren. En toen op een gegeven moment zag ik die blikken. Ik zag die blikken staan ergens. En ik was gefascineerd door de achterkant van die blikken. Want die kwamen, het waren allemaal dezelfde blikken. Het waren allemaal specerijenblikken. Maar ze kwamen uit volstrekt verschillende werelddelen. En ik vond dat zo'n mooi symbool van globalisering. Dat ik heb, ik dacht, daar wil ik wat mee. En toen, dan versmelt dat. Dan heb ik al zo'n idee, dan zie ik die blikken. En dan denk ik, daar moet ik wat mee. En dan ontwikkelt zich zo'n proces. En dan alle puzzels moeten op een gegeven moment kloppen. En als ik dan het uiteindelijk resultaat zie, dan denk ik van, ja, hier komt alles samen. Ja, zo'n beeld bestaat uit meerdere elementen. Dat is vaker in je werk. Dat is heel vaak in mijn werk. Meerdere beeldelementen. En wat doen die verschillende elementen dan met elkaar? Nou, een van de mooie dingen met verschillende elementen vind ik dat het op elkaar inspeelt, dat het op elkaar een reactie geeft op elkaar, waardoor verschillende elementen sterker worden dan al die elementen apart. Dus samen vormen ze iets wat mooier en sterker is. Ja. En het moet natuurlijk ook wel een sculpturale eenheid worden, hè? Niet dat je dus op een tentoonstelling komt en je ziet allemaal verschillende dingen. Maar je ziet het verband niet. Nee, ze moeten absoluut op elkaar inwerken. En dat zie je ook bij mijn werk ook zo. Dat het heeft een actie-reactie allemaal. Het moet elkaar of versterken of verduidelijken. Of het moet op elkaar inwerken. Dan kom ik terug op het feit dat we eerder tot de conclusie kwamen dat jouw werk conceptueel is voor een groot gedeelte. Vind je dat een bezoeker
dat concept moet kunnen herleiden als hij naar je werk kijkt? Meteen moet kunnen begrijpen? Ja, niet helemaal. Het liefst zou ik dat natuurlijk wel willen. Maar ik begrijp ook wel dat voor het begin van mijn concept en het eind van beeld, daar zit een heel proces door die een bezoeker niet meemaakt. Dus ik begrijp ook wel dat ze enige uitleg nodig hebben. Maar het is wel zo dat als ze enig uitleg krijgen, dat ze het beeld moet herkennen. Als dat ze dan wel moet herkennen waar het vandaan komt. Ja, ook je werk dat je nu in Venetië laat zien, bestaat uit een aantal losse elementen. Flessen zag ik, noem nog eens een paar andere. Brokkenhars. Er is ook een lijf, een vrouwenlijf in hars. En er is een hond die bovenin hangt. En dat is de laatste hond die gezien is in Pompeji. Omdat bekend is dat voordat de Vesuvius uitbrak, zijn alle beesten vertrokken. Okay, alleen er bleef één over en die zat vast, doordat hij door vastgebonden. Zou je kunnen zeggen dat het een conceptueel werk is? Het is conceptueel, omdat het heel erg uitgaat van een gedachte, van een idee. En dat idee en die gedachten zijn uitgewerkt in specifiek daarvoor uitgekozen materiaal. En het geheel is opgebouwd in de vorm van een kroonlucht, dat tenminste het bovenste gedeelte. Ja, klopt. En beneden liggen dan die flessen, brokkenhars en die flessen. En wat symboliseren die? Die brokken? Ja. Nou, die brokken en die flessen, die symboliseren eigenlijk, de brokken zijn de brokkenhars. Dus datgene het bloed van de bomen, de natuurlijke overblijfselen eigenlijk. En die flessen symboliseren eigenlijk wat er over is van de menselijke cultuur. Als je over misschien honderden, duizenden jaren misschien nog eens een keer iets opgraaft, dan heb je kans dat je flessen nog tegenkomt en niks van menselijke resten. En dat symboliseert eigenlijk onze eigen kwetsbaarheid ten opzichte van de dingen om ons heen. Ja, daarmee wil je dus zeggen dat de planeet verloren zal gaan? Een beetje. Ja. Pessimistisch beeld eigenlijk. Ja, niet helemaal, want die kroonluchter laat ook een cirkel zien. En behalve dat verwijst naar de Venetiaanse kroonluchters, verwijst het ook naar een soort circle of life. Dus ik ga er ook van uit dat wij zullen waarschijnlijk de eerste zijn die ten onder gaan. Maar er zal ook wel weer iets nakomen waarvan wij niet weten of wij daar een element van zijn of in welke vorm. Maar er zit dus ook, het is niet helemaal apocalyptisch van daarna houdt alles op. Alleen de vraag is wat onze rol daarin zal zijn. En wat onze keuzes op dit moment zijn om te beslissen wat we willen dat onze rol zal zijn in de verre toekomst. Dat hebben we zelf in de hand, denk je? Ja, denk het wel. Dat is dan? In mijn positieve idee dat er is voor ons keuzes te maken. Die we nog kunnen maken. Dat is dan de relatie? Meteen tussen mens en natuur. Ja, tussen de mens en de omgeving. Die relatie, heb je wel eens gezegd, tussen mens en natuur, die is vreemd. Ja. Of vind je vreemd? Maar hij is vreemd. De manier waarop wij, ik denk de manier waarop wij naar de omgeving kijken, is heel erg, heel projecterend. En soms, en ik denk dat niet altijd goed is voor de manier waarop wij ermee omgaan. Bedoel je dan projecteren, gebruiken? Dat we dus de natuur gebruiken voor ons eigen doel? Ja, we gebruiken de natuur voor ons eigen doel. We verbruiken de natuur voor ons eigen doel. We projecteren emoties op de natuur die misschien daar niks mee te maken heeft. Ik denk, en dat geeft iets van onze vervreemding aan ten opzichte van de omgeving. Denk je dat het de rol van een kunstenaar is om zoiets duidelijk te maken, zichtbaar te maken, zo'n fenomeen? Ja, ik denk dat het. Ik denk dat kunst alleen maar. Ik geloof niet in kunst alleen maar onder kunst. Ik geloof dat een van de belangrijke dingen van kunst is de kunstenaar die in de wereld om zich heen staat en daar iets mee doet. Daar iets signaleert, die daar iets daarbij stilstaat. Daar. En ik denk dat voor mij, dat is de waarde van kunst. Signaleren, maar geen politiek engagement. Niet specifiek. Ik, het kan erbij komen, maar ik heb dat niet. Ik ben niet
ik signaleer echt in mijn directe omgeving en daar wil ik wat mee doen. Ik voel een drang om daar iets mee te doen. Dus het is niet direct politiek engagement, maar wel sociaal engagement. Ik ben wel heel erg betrokken, of in ieder geval de dingen die mij raken, daar wil ik wat mee. En daar wil ik over communiceren op mijn eigen manier, die voor mij toereikend is. En kunst is voor mij een toereikende manier om te communiceren. En waarvan je ook hoopt dat je het kunt overbrengen. En waarvan je natuurlijk hoopt dat je het kan overbrengen. Op verschillende. Het mooie van kunst vind ik is dat het werkt op verschillende levels. Weet je wel, het is zowel. Het kan een boodschap overbrengen als het kan een emotie overbrengen. Die niet direct feitelijk onderbouwbaar is. Hè. Ik denk door middel van mijn materiaalgebruik wil ik mensen ook een bepaald gevoelselement bijbrengen. En ik denk dat kunst daar een hele mooie voor is. En misschien ook een inzicht? En een inzicht, als dat zo is. Ik bedoel, maar dat zal niet bij iedereen hetzelfde zijn. Kunst wordt niet door iedereen hetzelfde ervaren. Dus als je echt mensen een duidelijk inzicht, dan is taal, denk ik, misschien beter. Maar het werkt, het is meer op verschillende niveaus. Dat het communiceert. Dus ik hoop natuurlijk dat mensen daar een inzicht van krijgen. Maar als mensen er een bepaald gevoel bij hebben, als mensen erbij stilstaan, dan vind ik dat wel heel mooi. In je cv zie ik best wel veel tentoonstellingen in het buitenland. Eigenlijk meer dan hier in Nederland. Hm. Voel je jezelf daar ook prettiger met je werk? Dat weet ik niet eens precies. Ik moet wel zeggen dat ik het ontzettend een van de leuke dingen van mijn werk vind ik. Het met mijn werk op stap gaan. En zomaar ergens in een ruimte terechtkomen. En het publiek tegenkomen. Heb je nog leuke reacties gehad op je beeld? Ja, een van de mooiste reacties is dat mijn dochter woont in Tel Aviv. En die zit daar bij een dansgezelschap. En een van de dansers kwam naartoe en zei, leuk, je komt net uit Venetië en mijn vriend is ook net terug en die heeft een heel mooi beeld gezien. En die liet ze op zijn telefoon mijn beeld zien. Wow. En toen zei Emma, dat is mijn moeder. Dus het was heel bijzonder. En zie je dat vanuit televisie hebben ze je werk gezien. Nou, daar doe je het voor.